De voeten van Milan de Kof blijven droog deze week. Want terwijl zijn ploeggenoten van Oranje dinsdag beginnen aan het EK Waterpolo in Boedapest, is de doelman uit Dordrecht door zijn rug gegaan. Op een wel heel lullige manier. Eigenlijk iets heel stoms. Ik ben de auto uitgestapt en ik ben gewoon flink door mijn rug heen gegaan. Gewoon met een hele simpele beweging. En dat kan 365 dagen per jaar. Maar dit is wel een heel vervelend moment. Ja, dat, absoluut ja. Ja, het is echt het rotste moment wat het had kunnen zijn. De Kof kan nauwelijks lopen. Hij kan alleen maar liggen. Vanaf dinsdag kijken naar de wedstrijden van zijn ploeg en tussendoor oude beelden van zichzelf bekijken. Het loopt hoe het loopt. Jij wat minder. Ik wil minder, ja, zeker. Nee, ja, dit is gewoon analyseren. Wat frustreert dan het meest? Het moment of de manier waarop? Het moment, denk ik. Ja, als dit 2 weken geleden was gebeurd, dan had ik hopelijk wel hersteld geweest voor het EK. Dus ik denk wel het moment, ja. Nog vervelender zou het zijn als de Kof het Olympisch kwalificatietoernooi had moeten missen. Want dat is over 2 maanden, ook nog eens in Rotterdam. Daar is hij normaal gesproken wel bij. Als Oranje zich dan plaatst voor de Spelen in Tokio, is het verloren EK van deze week snel vergeten. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om het OKT. Want ja, wij willen gewoon naar de Olympische Spelen. De laatste keer dat we daar met Nederland zijn gekomen was in 2000. Dus het wordt heel weer een keer tijd.